De kans is groot dat je je eigen succes saboteert. Misschien zelfs zonder dat je het zelf doorhebt. In deze video zal ik namelijk een aantal overtuigingen met je delen die veel coaches met zich meeslepen, waardoor ze niet het succes behalen wat ze eigenlijk willen. En het hebben van deze overtuigingen kan een beetje voelen alsof je met je bedrijf wil groeien. Ja, alsof je een berg wil beklimmen terwijl je een grote zware rugzak op je rug hebt die vol stenen zit. In deze video zullen we niet alleen ingaan op welke overtuigingen dit veelal zijn. Ik zal ook ingaan op waarom deze overtuigingen in mijn ogen niet kloppen. Zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw perspectief. En om je alvast wat meer context te geven voor deze overtuigingen. Stel dat je zelf op dit moment last hebt van een probleem. En je gaat op zoek naar hulp of begeleiding en je komt twee coaches tegen. De eerste coach die heeft de afgelopen 2 jaar fulltime opleidingen gevolgd. Ja, die heeft inmiddels 20 diploma's aan de muur hangen van alle opleidingen die hij gevolgd heeft. De tweede coach heeft de afgelopen 2 jaar fulltime mensen geholpen. En heeft inmiddels 50 mensen geholpen met dit probleem. Door wie zou jij het liefst geholpen willen worden? Welke coach zou je op dat moment kiezen? Ja, waarschijnlijk de tweede. Toch? De meeste mensen zouden voor de tweede coach kiezen. En de overtuigingen die we in deze video gaan behandelen en vooral het doorbreken van die overtuigingen, kan er zomaar voor zorgen dat jij jezelf voortaan als die tweede coach kan gaan positioneren en dat je je ook onder die categorie kan gaan scharen. Nou, kort over mij, mocht je niet weten wie ik ben. Mijn naam is Pim Jansen. Ik werk zelf als coach sinds 2012. En dat betekent dat ik de afgelopen 12 jaar met heel veel passie, met heel veel plezier, duizenden mensen heb kunnen helpen, heb kunnen inspireren. Iets meer dan 3 miljoen geloof ik via YouTube mensen heb mogen bereiken. En de afgelopen jaren als oprichter, als eigenaar van Kappa Coaching en Training ben ik voornamelijk gericht op het helpen van andere coaches, sprekers en trainers om ook hun bedrijf te laten groeien, hun klanten aan te kunnen trekken en uiteindelijk natuurlijk ook beter te kunnen helpen. Dus laten we bij deze ingaan op de overtuigingen die jouw succes als coach kunnen blokkeren. Overtuiging 1. Geld verdienen is belangrijker dan leren. Robert Kiyosaki die schrijft in zijn bekende boek Rich Dad Poor Dad, beschrijft hij meerdere regels om rijk, om welvarend te worden. En een van zijn belangrijkste lessen om meer welvarend te worden is: zorg dat je werkt om te leren en niet om geld te verdienen. En het klinkt misschien een beetje vreemd, hè? Werken om te leren als een manier om rijk te worden en niet te werken om geld te verdienen. Alleen de essentie van deze les is dat de kennis en de vaardigheden die je opdoet, wanneer je focust op leren, uiteindelijk vele malen waardevoller gaan zijn dan wat je op dit moment zou kunnen verdienen. En startende coaches adviseer ik bijvoorbeeld regelmatig om in eerste instantie 3 tot 5 klanten gratis te helpen. Gewoon een volledig traject gratis aan te bieden en ze stap voor stap te helpen om een transformatie te maken. Puur met als reden dat de lessen die je daarmee leert uiteindelijk vele malen waardevoller gaan zijn dan het geld wat je er op dat moment mee zou kunnen verdienen. Daarnaast krijg je daardoor natuurlijk ook testimonials, hè, positieve reviews, misschien dat ze je nog doorverwijzen naar andere mensen en het kan veel extra voordelen hebben. Alleen het belangrijkste voordeel is dat je hiermee leert, je vaardigheden aanscherpt en daarmee meer waarde hebt om te leveren aan de mensen die je helpt. En ik kan je zeggen, we hebben natuurlijk allemaal rekeningen te betalen. Hè? Dus het is ergens logisch dat je op een gegeven moment een grens stelt aan het aantal mensen wat je gratis kan helpen. Alleen ik kan je wel zeggen dat zelfs na 12 jaar als coach, als trainer en als spreker te hebben gewerkt, dat voor mij het op dit moment nog steeds voelt als dat de lessen, de kennis die ik zelf leer van mijn eigen klanten voor mij nog steeds vele malen waardevoller zijn dan het geld dat ik daarmee verdien. Want ik weet van elke coaching sessie die ik doe, leer ik weer, kan ik weer mijn boodschap net een beetje bijschaven, waardoor ik uiteindelijk in de toekomst, wat me in de toekomst gewoon vele malen meer zal gaan opleveren dan wat ik me nu misschien wel zelfs kan voorstellen. Overtuiging 2. Verkopen is een winnen-verliezen scenario. Kijk, verkopen wordt wel eens vergeleken met sporten zoals bijvoorbeeld boksen of met schaken. En ze hebben wat met elkaar gemeen. Hè? Beide, zowel verkopen als deze sporten, zijn vaardigheden waar je gaandeweg beter in kunt worden. Alleen er is ook één heel groot verschil. Namelijk in sporten zoals boksen en schaken
moet er altijd een winnaar en een verliezer uit de wedstrijd komen. Terwijl in het geval van verkopen is het interessante dat je allebei een winnaar kan zijn. Hiervoor heb je alleen wel je doel wat aan te passen. In plaats van dat je doel is om per definitie een verkoop te maken. Op het moment dat jouw doel is om de potentiële klant te helpen om de best mogelijke beslissing voor hem of haar te maken. Dan betekent dat dat je per definitie of allebei wint of allebei verliest. Er ontstaan een aantal scenario's in dat geval. Eerste scenario, als jouw product klopt en past voor de klant, dan betekent het als er een verkoop uit het gesprek komt, dat je dus allebei wint op dat moment. En als er geen verkoop uit het gesprek zou komen, dat je dus allebei verliest op dat moment. Als tweede, blijkt dat je product niet past bij de klant en er komt dus ook geen verkoop uit het gesprek, dan betekent het dat je allebei wint. Want jij hebt je doel behaald. Je hebt de klant geholpen om de beste beslissing voor hem of haar te maken. En daarnaast leer je er misschien ook wel van. Hè? Want waarom past het product op dat moment niet bij de klant? Is er iets wat je zou kunnen verbeteren aan het product? Nou, dan kun je dat nog verder verbeteren. Of je kunt eventueel je marketing aanpassen om de klanten aan te trekken voor wie het juist wel past. Als derde scenario twijfelt de potentiële klant nog aan het einde van het gesprek. Dan zou je kunnen zeggen, oké, dan heb je allebei de wedstrijd verloren, dan is er nog geen keuze gemaakt. Alleen dan, ook dan is het goede nieuws. Je hebt altijd de gelegenheid om bijvoorbeeld over een paar dagen samen een volgende afspraak te maken. Om die twijfels nog eens met elkaar te bekijken en te kijken of je dan tot een goede keuze samen kan komen. Dus oftewel, uiteindelijk is er altijd ruimte om samen te winnen op deze manier. Overtuiging 3. Meer klanten betekent minder goede hulp. Een tijd geleden worstelde ik zelf met mijn planning en ik vond het namelijk lastig. Voor mijn gevoel had ik te weinig tijd om zowel mijn marketing als mijn verkoop als ook mijn product, de coaching die ik lever, om die alle drie uitmuntend te maken. En ik deelde deze worsteling met mijn eigen business coach en hij reageerde op dat moment. Hij zei, Pim, het meest waardevolle wat jij op dit moment voor jouw klanten kan doen is meer klanten te krijgen. Nou, in eerste instantie toen ik dat zei, vond ik het eigenlijk grote onzin. Maar toen ben ik daar veel meer over na gaan denken en heb ik het dieper laten bezinken. En kwam ik er inderdaad achter. Ik dacht, ja, hij heeft best wel een heel goed punt. Namelijk als ik nadenk van, hey, wat levert het allemaal op als ik meer klanten kan aantrekken? A, het geeft me natuurlijk nog meer ervaring in het helpen van coaches om hun bedrijf te laten groeien. B, het maakt het dat mijn bedrijf een nog beter voorbeeld is voor mijn klanten van het doel wat zij uiteindelijk willen behalen, namelijk meer klanten aantrekken. C, het betekent dat ik meer geld heb om mensen aan te nemen die hun eigen specialiteit kunnen toevoegen aan het bedrijf en mijn klanten daar ook mee kunnen helpen. Als volgende betekent ook dat ik meer geld heb om te investeren in trainingen, om mezelf verder te ontwikkelen en de mensen in mijn team verder te ontwikkelen. Het betekent dat er meer klanten zijn die elkaar kunnen inspireren, met elkaar tips en ideeën uit kunnen wisselen. En het betekent dat er dus ook per definitie meer succesverhalen van klanten zullen zijn, waardoor mijn klanten ook weer geïnspireerd kunnen worden. En zo ongetwijfeld, als ik er nog verder over nadenk, komen er nog meer voordelen op. Maar ik besefte op dat moment dat het dus gigantisch veel voordelen heeft om meer klanten aan te trekken. En dat het inderdaad misschien wel een van de beste dingen is die je voor je klanten kan doen op dit moment. Dus ik wil je uitnodigen om daar zelf eens over na te denken. Wat is voor jou, wat zou het voor jouw klanten opleveren op het moment dat jij meer klanten aantrekt? Trouwens, om je te helpen om zelf meer klanten aan te trekken, geef ik binnenkort weer een gratis online training over zo word je een magneet voor coachingklanten. En mijn tip is, zorg dat je bij deze training aanwezig bent om te leren hoe je het makkelijker maakt om jouw ideale klanten aan te trekken. De link naar deze training vind je in de beschrijving hieronder. En dat gezegd hebbende, terug naar de video. Overtuiging 4. Verkopen is een vies spel. Kijk, in de wereld van marketing en verkoop heerst een beetje een het doel heiligt de middelen aanpak of filosofie. En dat betekent, het is heel goed mogelijk dat je ergens wel de overtuiging hebt van, hé, we kunnen allebei winnen, zoals in de eerdere overtuiging besproken. Maar om beide te winnen, moet ik wel een soort vies spelletje spelen en eigenlijk de klant als het ware manipuleren in zijn of haar eigen voordeel.
Ja? En dat is een hele beperkende gedachte. En een gedachte die, hoewel je de overtuiging kan hebben dat je daarmee klanten helpt, toch een weerzin kan geven tegenover marketing en verkoop. En zelf liep ik in mijn eerste bedrijf ook op een gegeven moment tegen deze overtuiging aan. En mijn eerste bedrijf, wat ik in 2012, 2013 was gestart, was gericht op datingadvies en coaching voor mannen. En wat ik op een gegeven moment merkte samen met mijn businesspartner, dat we, als we mannen als klanten hadden, dan waren ze vaak heel tevreden met onze hulp. We kregen prachtige reviews. Alleen, we hadden gewoon niet genoeg klanten om echt tevreden mee te zijn. En we hadden het idee dat het kwam omdat we zagen veel concurrenten in onze markt, zagen we heel erg een nadruk leggen op seks in hun marketing. Met dingen zoals met deze zinnetjes krijg je razendsnel vrouwen in bed. Dat soort marketing. En wij hadden steeds meer het gevoel dat de reden dat wij niet succesvol waren, niet voldoende klanten hadden, dat het was omdat we niet dat soort sleazy marketing deden. Of in ieder geval minder dat soort marketing deden. En vandaar ook, dat was een van de redenen dat we uiteindelijk ook besloten om het bedrijf te stoppen. En het interessante, als ik er nu aan terugdenk, dan geloof ik helemaal niet dat de reden dat we niet voldoende klanten hadden was omdat onze marketing per se te netjes was. Ik geloof veel meer dat de reden dat we nog niet voldoende klanten hadden was dat we geen heldere strategie hadden, geen heldere aanpak. We hadden onze ideale klant niet duidelijk uitgewerkt. We hadden al helemaal niet onderzoek gedaan naar de echte behoeften, de obstakels van de ideale klant, de doelen van de ideale klant en de psychologie, de interesses, de hobby's van de ideale klant. We hadden überhaupt geen ideale klant vastgesteld. We hadden daarmee geen duidelijke, heldere visie voor het bedrijf. Sterker nog, eigenlijk was onze marketing vooral een samenraapsel van dingen die we bij anderen in onze markt zagen werken. Of waarvan we in ieder geval dachten dat het voor anderen werkte. Ja? Dus logisch dat het niet zo effectief was. Terwijl in de afgelopen 12 jaar heb ik eigenlijk steeds meer en meer gemerkt dat effectieve marketing, effectieve verkoop vooral gericht is op het effectief helpen van mensen. Effectieve marketing gaat vooral over hoe kan ik communiceren een boodschap waar iemand daadwerkelijk iets aan heeft en iemand al laten zien hoe diegene verder geholpen kan worden, alvast waardevolle tips en technieken meegeven om stappen te zetten. En effectieve verkoop is veelal een kwestie van goed luisteren, de juiste vragen kunnen stellen, de zorgen kunnen wegnemen en op een juiste manier vertrouwen kunnen creëren. Ja, dus het zijn uiteindelijk juist vaardigheden waarmee je mensen extra effectief verder kan helpen, mits je ze op een professionele, goede manier toepast. Ja, er zijn natuurlijk zeker sleazy manieren van marketing en verkoop, maar als je het professioneel op een juiste manier toepast, dan doe je eigenlijk juist het tegenovergestelde daarvan. Overtuiging 5. Afwijzing is slecht. De meeste mensen hebben enorm negatieve associaties met afwijzing. Ze hebben er praktisch alles voor over om maar niet afgewezen te worden. Terwijl in de realiteit is afwijzing een heel natuurlijk onderdeel van succes. Sterker nog, afwijzing is nodig voor succes. Geloven dat je succesvol kan worden zonder afgewezen te worden is eigenlijk narcistisch. Want het gaat ervan uit dat jouw coaching voor iedereen een goede fit zou zijn. En dat is simpelweg niet het geval. En dat is oké. Verschillende mensen hebben verschillende behoeften en gaan dus naar iets anders op zoek. Op het moment, en natuurlijk hoef je dat niet te zien als een afwijzing, wat je interpreteert als een afwijzing, dat is een ander verhaal. Alleen dat jouw coaching niet voor iedereen de juiste fit gaat zijn en dat er mensen zullen zijn die nee zeggen, dat is een heel natuurlijk, heel gewoon onderdeel van het proces. Sterker nog, de meest succesvolle ondernemers zijn vaak de ondernemers die het meest zijn afgewezen. Waarom? Afwijzingen bevatten een aantal belangrijke voordelen. Allereerst natuurlijk, hoe vaker je afgewezen wordt, hoe meer klanten je ook zal krijgen. Want dat betekent dat je meer gesprekken voert of meer presentaties geeft of meer content deelt. Maar afwijzing maakt ook dat je feedback krijgt om te leren, om beter te worden. Het is een kans om beter te worden. Afwijzing houdt je ook met beide voeten op de grond. Het houdt je bescheiden, het houdt je nederig. Het zorgt ervoor dat je blijft focussen op, hoe kan ik nog beter worden?
Als alles voor de wind zou gaan, en die mensen komen ook regelmatig bij mij die jarenlang een bedrijf hebben gehad wat altijd voor de wind ging, totdat het niet meer voor de wind ging. En dan zitten ze in één keer met de handen in het haar, hoe nu verder? En afwijzing zorgt er dus voor dat je, als het ware, sterker in je schoenen gaat staan. Het zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen ontwikkelt, omdat je daardoor minder afhankelijk wordt van wat andere mensen van je denken. En een mooie metafoor over afwijzing, wat ik een tijdje geleden hoorde, waarvan ik geloof dat het eigenlijk perfect hierop van toepassing is, is dat succes als ondernemer, als coach, als spreker, als trainer, is eigenlijk een beetje als het gooien met een dobbelsteen, met de volgende regels. Die dobbelsteen die heeft één groen vlak en de rest van de vlakken zijn rood. En jouw doel is om groen te gooien. En elke keer dat je het groene vlak gooit, dan krijg je een beloning. In dit geval dus een klant. En je mag zo vaak gooien als je wilt. Er is dus één vlak wat groen is. De rest van de vlakken is rood. Je weet alleen niet hoeveel rode vlakken er zijn. Ja, dus het kunnen er 5 zijn. Het kunnen er ook 200 zijn. Ja, maar je mag zo vaak gooien als je wilt en vaker gooien heeft geen enkele negatieve consequentie. En er is een extra regel en dat is namelijk elke keer dat je groen gooit, niet alleen krijg je een beloning, namelijk die extra klant, maar ook elke keer dat je groen gooit, verandert er één rood vlak in een groen vlak. Dat betekent elke keer dat je groen gooit, wordt de volgende keer, je eerstvolgende gooi, de kans een stuk groter dat je nog een keer groen gaat gooien. Ja? En als je weet dat dat een scenario is en je wilt dit spelletje winnen, hoe vaak zou je dan gooien? Ja? Het antwoord is waarschijnlijk zo vaak als je kan. Je zal keer op keer, stuk na stuk, zal je die dobbelsteen blijven gooien. Waarom? Het heeft geen enkel nadeel om de dobbelsteen te blijven gooien. Het heeft alleen maar voordelen. En elke keer dat je de dobbelsteen gooit, wordt ook nog eens je kans op succes groter. Ja, en zeker elke keer als je groen gooit. En dat is heel vergelijkbaar met afwijzing. Want op het moment dat je je product aanbiedt aan verschillende mensen, elke keer dat je, niet alleen dat je groen gooit, dat je een klant krijgt, wordt de kans groter dat je meer klanten krijgt. Maar ook elke keer dat je je aanbod doet en je krijgt geen klant, wordt de kans ook groter dat je in het vervolg wel klanten krijgt, zolang je daarvan leert. Overtuiging 6. Marketing moet over mij gaan. Kijk, veel coaches, trainers, sprekers die bij mij komen, die hebben een hekel aan marketing. En dat is ook logisch, want ze geloven vaak dat ze heel erg de nadruk op zichzelf moeten leggen en hoog van de toren moeten blazen of zichzelf op een bepaalde manier moeten positioneren in hun marketing. Terwijl ze zijn eigenlijk hun bedrijf begonnen met als intentie om meer mensen te helpen en een verschil te maken. Nou is het goede nieuws, een van de meest waardevolle lessen in marketing die ik zelf leerde van de copywriter Frank Kern, is laat mensen zien dat je ze kan helpen door ze ook echt te helpen. Kijk, als ik op dit moment kijk waar de meeste van mijn klanten vandaan komen, praktisch alle klanten die bij mij komen, die komen bij mij omdat ze ofwel een aantal waardevolle video's op mijn social media kanalen hebben gezien, die inspirerend vonden, daar veel aan hadden en meer wilden. Ofwel omdat ze via een live, ofwel een fysieke of een online training waarde hebben ondervonden en op dat moment zoiets hadden, hey, daar wil ik meer van. Right? Ofwel op een andere manier waarde hebben ondervonden en zoiets hadden, hey, daar wil ik meer van. Een enkeling komt ook via en op dat soort manieren. Alleen de meeste klanten die bij mij komen, die komen omdat ze het gevoel hebben dat ze een bepaalde waarde hebben ontvangen. En die waarde, dat zit hem niet in heel veel over mezelf praten. Dat zit hem vooral in kijken wat heeft de klant nodig en je content zo waardevol mogelijk daarop afstemmen. En natuurlijk, hè, in al die video's en in alle trainingen en dingen die je geeft, heb je jezelf zo nu dan te introduceren. Ja, aan het begin van deze video heb ik mezelf voorgesteld. En natuurlijk heb je het dan even over jezelf te hebben. Ja, het goede nieuws is, als je 1000 video's maakt, ja, dan kan de introductie in praktisch al deze 1000 video's ongeveer hetzelfde zijn. Je kunt ongeveer hetzelfde zeggen. En de rest van de video kan dus volledig gaan over de klant. Kan volledig gaan over wat heeft de klant nodig. Welke stappen kunnen de klant verder helpen? Waar ligt de behoefte
van de klant? Waar ligt de klant 's nachts van wakker en hoe kun je die onrust of die gedachtes tot rust bedaren? Overtuiging 7. Iedereen willen helpen. De traditionele valkuil van coaches is iedereen te willen helpen. Een prachtige intentie, alleen als je voor iedereen relevant wilt zijn, ben je uiteindelijk voor niemand echt relevant. Ja? Als ik terugdenk aan het voorbeeld wat ik gaf van mijn eerste bedrijf in dating, coaching en advies voor mannen. Als ik toen bijvoorbeeld de keuze had gemaakt om te zeggen, ik ga me vooral richten op gescheiden mannen die een drukke baan hebben of een druk eigen bedrijf hebben, daardoor geen tijd hebben om een leuke vrouw te ontmoeten. Ja, dan had ik op dat moment mijn boodschap, maar ook mijn coaching of trainingen die ik gaf, veel relevanter kunnen maken. Veel meer toe kunnen spitsen op die specifieke ideale klant, om die ideale klant daarmee zo waardevol mogelijk te helpen. Ja, dus voor welk type klant kan je de meeste waarde leveren? Overtuiging 8. De regels gelden niet voor mij. Kijk, de meeste ondernemers zijn vrije geesten. Ja, ze hebben een hekel aan regels. En persoonlijk herken ik mezelf heel erg daarin. Ik vind het eigenlijk prachtig. Ik heb zelf ook een beetje een hekel aan regels. Alleen tegelijkertijd weet ik wel dat er een aantal regels zijn die heel goed werken. Die belangrijk zijn om te volgen, anders snijd je jezelf simpelweg in de vingers. Ja, een simpel voorbeeld hiervan is, stel je voor, stel ik wil 20.000 euro in 1 maand omzetten. Ja? En ik weet dat gemiddeld op basis van het afgelopen jaar mijn gemiddelde kosten om een klant te krijgen. Oh ja, stel dat ik die 20.000 euro omzet wil genereren door middel van betaalde advertenties. Ja? En ik weet dat bij die betaalde advertenties op basis van het afgelopen jaar de gemiddelde kosten om een klant aan te trekken zijn 775 euro. Ja, en elke klant die ik krijg levert gemiddeld 3500 euro omzet op. Ja, dan weet ik dus om die 20.000 euro te behalen, 20.000 gedeeld door 3500 is 5,7 klanten gemiddeld. Ja, dus ik heb deze maand 5,7 klanten te krijgen. En dan weet ik dus ook, als ik naar de kosten kijk, dat ik gemiddeld 4428 euro te investeren heb in advertenties om dat doel te behalen op basis van de cijfers in het verleden. Ja, nou kan ik natuurlijk allerlei dingen doen om de kosten per klant te verlagen of uiteindelijk de omzet per klant te verhogen. En ik kan natuurlijk spelen met die cijfers. Alleen uiteindelijk is het wel zo, de cijfers liegen niet. Ja, de cijfers zijn de cijfers en op het moment dat ik weet wat het in het verleden heeft gekost om een klant aan te trekken, dan is dat een goede indicatie van wat het op dit moment ook zal kosten. Dan kan ik natuurlijk mijn best doen om dat beter te maken, alleen ik weet tegelijkertijd ook dat dit in ieder geval iets is waar ik zoveel mogelijk zekerheid uit kan halen en zoveel mogelijk vanuit kan gaan. Dit is dus een regel waarvan ik weet, hè, ik kan zeggen, oké, ik wil 20.000 euro omzet genereren, maar als ik geen idee heb wat ik daarvoor te investeren heb aan de voorkant, dan voelt het een beetje als gokken. Ja? En ik weet tegelijkertijd ook, stel dat ik die 4428 euro niet zou hebben liggen, dan weet ik dus, hey, dan heb ik dus andere dingen te doen, zoals direct contact of content marketing, om die klanten aan te trekken en alsnog dat doel te behalen. De meeste ondernemers kennen niet eens hun cijfers. Ja, hebben geen idee wat het kost om een nieuwe klant aan te trekken bijvoorbeeld. Als ze adverteren betaald of als ze van content of direct contact gebruik maken, wat ze aan tijd te investeren hebben om een nieuwe klant aan te trekken. Voor mij voelt dat gevaarlijk veel als gokken. Overtuiging 9. Iedereen weet wat ik doe. Een van de meest hardnekkige overtuigingen voor veel coaches en voor ondernemers aan zich is de gedachte, iedereen weet wat ik doe. Ja, als je 10 keer een post hebt geplaatst op social media, dat je denkt, nu heeft iedereen in de wereld het wel gezien, nu weet iedereen al precies wat ik doe. Terwijl de rauwe realiteit is dat je in de basis 10 keer per dag zou kunnen posten op social media voor 10 jaar lang, en dat dat er waarschijnlijk nog steeds voor zal zorgen dat minder dan 10% van alle mensen in Nederland, alleen al in Nederland, ik heb het niet over de hele wereld, slechts zou weten wat je doet. Ja? Het bereik wat je krijgt, de potentie is vele malen groter dan wat je uiteindelijk zal bereiken.
Ja? En dit merkte ik zelf bijvoorbeeld een aantal jaar geleden. Op dat moment was ik een fysieke live training van 2 dagen aan het promoten. En ik was echt flink bezig om die training te promoten. Ik was 2 maanden lang, was ik praktisch dagelijks op verschillende social media, op verschillende social media kanalen, was ik aan het delen over deze training. En na 2 maanden elke dag gedeeld te hebben, deelde ik op een gegeven moment op Instagram, waar ik ook 2 maanden lang actief was geweest, deelde ik over deze training. En de eerste reactie die ik kreeg, was van iemand die zei, hey, deze training klinkt interessant. Wat is het precies? Wanneer is het en waar is het? Ja? Ik had niet eens meer de datum en de locatie in die post toegevoegd, omdat ik dacht, ik heb er al zo vaak over deze training gehad. Iedereen weet inmiddels wel waar het is. Ik dacht dat iedereen de training inmiddels spuugzat was om ervan te horen. Maar deze jongen, en dit was een jongen die mij al een tijd volgde. Ja, het was iemand, ik kende hem, hij had ook wel eens persoonlijke trainingen van mij gevolgd in, daarvoor. Dus ik wist dat hij mij al kende. Ja? En toch had hij nog nooit eerder iets van deze training gezien, ondanks het feit dat ik er 2 maanden lang elke dag over aan het posten was op verschillende social media kanalen. En dit was voor mij zo'n sterk bewijs, dit moment, dat ik realiseerde, oh ja, niet iedereen is constant bezig met wat ik doe. En als ik 100 keer iets heb gepost op social media, betekent het niet dat heel Nederland hier nu van af weet. Ja? En dit is zo'n belangrijke les als ondernemer. Ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd dat je grootste concurrent als ondernemer is onbekendheid. Mensen die simpelweg geen flauw benul hebben van wie je bent en wat je doet. En om succesvoller te worden als ondernemer, als coach, als trainer, als spreker, heb je praktisch elke dag de strijd aan te gaan met onbekendheid. Ervoor te zorgen dat je meer aandacht krijgt, zodat je de kans hebt om mensen te laten zien wie je bent en wat je doet. Begrijp me niet verkeerd, dat betekent niet dat je dansjes voor de camera moet doen om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Ik heb persoonlijk veel liever 100 mensen die deze video kijken, die echt geïnteresseerd zijn in wat ik doe, dan dat er 10.000 mensen zouden kijken die puur voor entertainment komen en geen enkele interesse hebben in het starten van een eigen bedrijf als coach of het groeien van een eigen bedrijf als coach. Ja, dus het gaat erom dat je de aandacht trekt van mensen die jouw hulp ook echt kunnen gebruiken. Overtuiging 10. Ik ben speciaal. Kijk, jarenlang heb ik bijvoorbeeld zelf geworsteld met een aantal uitdagingen binnen mijn bedrijf. Zaken zoals het helder krijgen van mijn niche. Wat doe ik nou echt? Het scherpstellen van mijn ideale klant en mijn ideale klant ook echt goed leren kennen. Het op de juiste manier prijzen van mijn producten. Dingen zoals marketing, strategie uitwerken en zo nog een aantal dingen. En ik had heel erg het gevoel dat ik speciaal was. Dat ik de enige was met deze uitdagingen. Of in ieder geval dat de manier waarop ik deze uitdagingen ervaarde uniek was. En dat eigenlijk niemand me daar echt bij kon helpen. En ik ging wel naar trainingen en ik las heel veel boeken en dergelijke. Alleen toch voelde het voor mij ergens alsof die uitdagingen die ik ervaarde, alsof ik daar uniek in was. Het bijzondere is, de afgelopen 4 jaar heb ik zelf als business coach 100 mensen gesproken die tegen exact dezelfde uitdagingen aanliepen als waar ik 6, 7, 8, 9 of 10 of 11 of 12 jaar geleden tegenaan liep. Ja? En ik herkende dus, oh, ik was helemaal niet per se de enige. Ja? Er waren veel meer mensen die hier tegenaan liepen. En als ik zelf daar eerder hulp voor had gezocht, was ik daar waarschijnlijk veel sneller in kunnen, had ik daar waarschijnlijk zelf veel sneller in kunnen groeien. Ja, zo heb ik zelf bijvoorbeeld de afgelopen jaren, heb ik zelf ook een business coaching traject gevolgd. Een programma wat specifiek gericht was op ondernemers die dan van 1 à 2 ton per jaar wilden doorgroeien naar 1 miljoen omzet per jaar. En het bijzondere was, toen ik die groep binnenkwam, een van de eerste lessen, en nog steeds een belangrijke les die ik ervaarde, was, hey, iedereen in deze groep, allemaal ondernemers die allemaal minimaal 1 ton per jaar aan omzet draaien, lopen allemaal tegen exact dezelfde problemen aan als waar ik op dit moment in mijn bedrijf tegenaan loop. En het voelde voor mij als zo'n verademing om te weten, oh, ik ben niet de enige. Want ook op dat punt, ondanks dat ik als business coach dus al honderden coaches geholpen had,
voelde het nog steeds als, ja, maar de uitdagingen waar ik nu tegenaan loop, daar ben ik praktisch de enige. Misschien zijn er een paar andere ondernemers die ik gesproken had, waarvan, nou, die lopen ook daar tegenaan. Maar nu om gewoon te zien, hey, iedereen in deze groep, die allemaal een bedrijf hebben, dat ongeveer op hetzelfde level is als waar ik op dit moment ben, lopen allemaal exact tegen dezelfde uitdaging aan als waar ik tegenaan loop. Dat was een enorme verademing. Wetende, oké, het zijn gewoon patronen die hierin ontstaan. Overtuiging 11. Mijn klanten komen via via. Laatst kwam een dame bij mij voor een adviesgesprek. En deze dame heeft al enkele jaren haar eigen coachingpraktijk. En de eerste jaren van haar coachingpraktijk kwamen de meeste klanten, eigenlijk vrijwel al haar klanten kwamen via via. Alleen sinds afgelopen jaar, sinds dit jaar, komen er een stuk minder klanten via via binnen. Dus ze stond ineens op het punt dat ze dacht, hey, nu heb ik ook echt daadwerkelijk actief iets te doen om klanten aan te trekken. En dus kwam ze daarvoor naar mij toe en we hebben het daarover gehad. En ja, met liefde heb ik haar geadviseerd over stappen die ze kon zetten om haar bedrijf te laten groeien. Alleen tegelijkertijd voelde ik ook een beetje buikpijn. Want ik had ergens het gevoel, oké, ik help je op dit moment graag. Alleen je hebt al een aantal jaar je eigen bedrijf. Waar je in de gigantische luxe positie hebt gezeten dat je via via praktisch al je klanten kreeg, om in ieder geval van te kunnen leven. Het was geen grote vetpot, maar het was ook geen hongersnood. Hè? Dus het was in ieder geval een goede omzet om in ieder geval zelf van te kunnen leven. En in al die jaren had ze niks gedaan om daadwerkelijk actief klanten aan te trekken. Waardoor haar bedrijf eigenlijk heel kwetsbaar is geworden en ze nu met een kleine tegenslag haar bedrijf in één keer eigenlijk omver werd geblazen. Uiteraard is dat een hele waardevolle les, ja, om te beseffen voor haar in dit geval van hey, wacht eventjes, oké, hopelijk gaat dit me geen tweede keer overkomen en ga ik me niet nog een keer aan deze steen stoten. Alleen het is tegelijkertijd ook hopelijk voor jou een waardevolle les als je deze video kijkt, om te beseffen, hey, mond-tot-mond reclame is fantastisch. Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat het een van de meest krachtige vormen is van reclame die je kan voorstellen. Het is en een prachtig compliment voor de kwaliteit van wat je doet. En tegelijkertijd is het in mijn ervaring de meest effectieve manier om je bedrijf te laten groeien. Want als elke klant uiteindelijk twee andere klanten doorverwijst, dan zit je praktisch gebakken. Alleen het probleem is, je bent ook afhankelijk. Ja, je bent volledig afhankelijk van of andere mensen je doorverwijzen. En op het moment dat je daarnaast geen systeem hebt om voorspelbaar nieuwe klanten aan te trekken, dan ben je dus volledig afhankelijk van dat moment. Of mensen je op dat moment doorverwijzen. En op het moment dat dat even niet gebeurt, ja, dan kan het zorgen dat je bedrijf in één keer foetsie is. Ja, dus zorg ervoor dat je in ieder geval naast mond-tot-mond reclame, wat fantastisch is, ook een manier vindt om actief klanten aan te trekken. Dus herken je één van de overtuigingen in deze video? Nou, hopelijk heeft mijn uitleg je dan iets meer geholpen om die beperkende manieren van denken te doorbreken en te vervangen door meer gunstige manieren van denken. Uiteraard is het een proces. Het is ook het verzamelen van bewijs voor jezelf en het herhalen van deze overtuigingen om ze voor jezelf te versterken. Alleen ik hoop dat je in ieder geval hiermee aan de slag gaat om op een meer gunstige manier na te denken, zodat je het makkelijker maakt om meer klanten aan te trekken, zodat je meer mensen kan helpen, meer impact kan maken en daarmee dus ook meer inkomen kan genereren. Vond je deze video nou waardevol? Dan wil ik je uitnodigen om even hieronder op een duimpje omhoog te klikken of op een hartje te klikken of een andere positieve reactie achter te laten. Of natuurlijk even helemaal mooi in de reacties te delen hoe je deze video hebt ervaren en bijvoorbeeld wat je meest waardevolle inzicht is. Dat gezegd hebbende, geniet van je dag vandaag en bij deze, ciao ciao!